1629 tot 1695. Christiaan Huygens. Christiaan Huygens was een echte onderzoeker. Altijd bezig en altijd nieuwsgierig. Een van de dingen die hij zich afvroeg was: zwemt een mens sneller in water of in stroop? De beroemde Engelse geleerde Newton zei meteen: veel sneller in water, stroop remt af. Maar Huygens zei: stroop remt wel af, maar geeft ook een steviger afzet. De ene weerstand zou de andere kunnen opheffen. Misschien is er weinig verschil. Het kwam als een serieus natuurkundeprobleem in de boeken. Nog maar kort geleden is het experiment op een Amerikaanse universiteit uitgevoerd. 16 vrijwilligers zwommen dezelfde afstand in een gewoon zwembad en in een zwembad vol stroperige gelei. De weerstandtheorie van Huygens uit de 17e eeuw klopte. Er was heel weinig verschil. Christiaan Huygens is nog altijd wereldberoemd, zeker onder wiskundigen. Hij maakte door zijn slingeruurwerk het meten van de tijd mogelijk en daarmee ook het berekenen van de snelheid van het licht, wat van groot belang was voor de ruimtevaart. Maar naast die grote uitvindingen bedacht hij ook een leuke toverlantaarn om prentjes te projecteren, een goedverende koets en een stabiel zakhorloge. Denk jij dat de uitvindingen van Christiaan Huygens ook nu nog veel betekenen voor ons dagelijks leven? Nou, ik denk dat die toverlantaarn eigenlijk een soort van begin was van een steeds verdergaande ontwikkeling. Volgens mij is de uitvinding toverlantaarn later een beamer geworden, want het is eigenlijk ook een ding dat beelden projecteert. De vering heeft ervoor gezorgd dat als je nu rijdt met bussen of auto's, dat het dan veel comfortabeler is. Want bijvoorbeeld in de auto, het zou niet fijn zijn als je over een klinkerweg rijdt, dat je dan kding, kding, kding hebt. De vering die hij heeft uitgevonden, die kan je voor heel veel dingen gebruiken. In een balpen zit dat en fietsen. Ja, vering zit tegenwoordig bijvoorbeeld ook in bureaustoelen. Ja, het zit wel lekker. Het uurwerk is voor alle dingen belangrijk geweest. Bijvoorbeeld voor sport. Als er dan 100 meter sprint is en je gaat rennen, dan kan je precies meten hoe hard iemand gaat rennen. Bijvoorbeeld met de ruimtevaart, dan moet het bijvoorbeeld precies op dat moment. Ik denk dat mensen gewoon veel meer met elkaar verbonden kunnen zijn en dat je veel beter afspraken kunt maken. Ik ben gewoon overal op tijd. Maar het is ook voor grote dingen handig, zodat nu kunnen we altijd herdenken wanneer bijvoorbeeld de oorlog is afgelopen of wanneer de Twin Towers zijn ingestort. Het is toch heel belangrijk geweest. Wat zou jij zelf willen uitvinden? Ik denk een machine die heel veel schoenen kan maken, elke soort die ik wil. Een medicijn tegen kanker. Een auto die kan vliegen. Een robot die mijn kamer opruimt. Een fiets waarvan de banden nooit lek zullen worden. Oordopjes die niet je gehoor kunnen beschadigen. Een apparaat om een veetje te strekken. Een robot die huiswerk maakt. Een goed speakapparaat. Waarom is Christiaan Huygens nu nog steeds een groot uitvinder?